voor de laatste keer goedemiddag. Goedemiddag, goed. Dit is Attila. Goedemiddag, Attila. En vorige keren dat hij hier was, had hij een grote zak met van die race-schildpadden bij zich. Maar ja, het bedrijf is overgenomen. Dus de race-schildpadden zijn er niet meer. No more fun. Helaas, groot bedrijf. Koen zei het al. Vorig jaar ben ik van 200 collega's naar 20.000 gegaan. Dus Cumulus is gekocht door Nvidia. En dus veel veranderingen. Maar ook leuke nieuwe dingen. En dat is iets waarover ik ga praten. Ik ga proberen binnen de tijd te doen, want uiteindelijk sta ik tussen jullie en de bitterballen. Gaan we het leuk maken. Nou, waar ga ik het vandaag over hebben? Ik ga het over DPU's hebben. En ik ga zo uitleggen wat dat is. Ik ga wat vertellen over Doka. Host-based networking. EVPN naar DPU's. En nog wat hopelijk in de toekomst een beetje mogelijk is. Nou, wat is een DPU? Een van de dingen, dat was toevallig een podcast van de week met onze VP, DPU en marketing en sport. En dat ging specifiek over Nvidia en networking. Veel mensen weten dus niet helemaal van, wat doet Nvidia nu met networking? Nou, vorig jaar is Cumulus overgenomen, maar ook Mellanox. Als je Mellanox niet kent, dat kan kloppen. Ze zijn bekend vooral van high performance computing, InfiniBand en Network Interface Card. Ik denk dat ze een van de marktleiders waren op Network Interface Cards, vooral 25 gig en daarboven. En een van de dingen waar Mellanox mee begonnen is, en dat was al een paar jaar geleden, was wij moeten meer doen met niks en kijken hoe we dat weg kunnen trekken van de CPU's in een server. Ze hebben toen BlueField 1 gemaakt, dat was een soort van introductie, demo, et cetera. En daar zijn we verder op gegaan en dat is BlueField 2 geworden. Nou, BlueField 2 heeft een ASIC erin zitten, een ConnectX 6 ASIC. En komt standaard met twee poorten, die zijn 10, 25, 50 gig. Al werken mijn 1 gig optics of SFP's er ook in voor thuis. Dat is wel handig, want ik heb niet echt standaard 10 gig verbindingen en dergelijke. Ik heb wel wat switches staan, maar die maken veel te veel lawaai, dus het zit in mijn kelder. En ik heb geen fiber naar mijn kelder. Dus dat is... wat is dan precies een DPU? Vroeger waren ze ook bekend als Smart NIC. En wat doe je dan? Je pakt je NIC, daar zit een ASIC op en daar zet je een CPU bij. In dit geval een ARM CPU met 8 cores, wat geheugen. En daar draai je ook een losse OS op. Wat dat voor voordelen geeft, dat vertel ik dan zo nog even. Daarnaast kan je specifieke offloading doen. Die ASIC kan bijvoorbeeld line rate, VXLAN, IPsec. Daarnaast heeft het nog allemaal ARM functionaliteit, zoals een regex accelerator. Dus als je die packet inspection wil gaan doen, we hebben wat partners die dat leuk vinden. Vanuit privacy oogpunt misschien wat minder interessant voor sommige mensen, maar sommige bedrijven willen dat graag. En daarnaast ook nog een out-of-band Ethernet port. En in sommige modellen ook nog een BMC-chip, afhankelijk van wat je wil. Hoe ziet dat er dan verder uit? 8 ARM cores, geheugen en wat specificaties die je zelf kan lezen. Uiteindelijk heb je gewoon een PCIe 4 connectivity naar de server. Out-of-band management kaart, wat accelerators naast die ARM CPU. Secure boot is ook een leuk iets waar mee gewerkt wordt. Want een van de dingen die je graag wil is de scheiding tussen de server en het netwerk. Okay, en wie gaat... Heb je het verteld dat hij aan moet? Is dat het knopje? Hey. Oh, hey, cool. Streamen te verstaan verder. Oké, er is dus niks opgenomen. Op de stream klaagden mensen dat ze niks hoorden.
Ja, vervelend. Oké, ja, hoe kan ik dit ding zachter zetten eigenlijk? Well, weet ik niet. Wat gaat er dan gebeuren over de komende jaren? Een van de dingen, en dit is al deze week aangekondigd door Jensen, CEO, komt Bluefield 3. Als het goed is, voor het einde van het jaar ook nog een Bluefield 2X. En wat houdt dat in? Dan pak je die SmartNIC en zet je ook nog een NVIDIA GPU erbij. Dus dan kan je, wat je nu vaak ziet als in high-performance computing, als je AI gaat doen, dan koop je DGX's, hele dure AI GPU-machines. Dit is dan goedkoper en gedistribueerd en op één kaart tegelijkertijd. Nou, en het idee is om die ook later toe te voegen of te integreren met Bluefield 4, maar wel elk jaar veel sneller te gaan. Dus Bluefield 3 is al 400 gig en dan zal 4 waarschijnlijk 800 gig worden. Dus zo gaat het ook verder. Maar wat doen we nu precies met DPU's en hoe werkt dat? Vanuit NVIDIA, wat we er eigenlijk mee doen, zijn drie opties. Eén, we geven het aan de grote cloud providers. Dat is eigenlijk het makkelijkste voor ons. We verkopen een heleboel DPU's en we de SDK's erbij en wat documentatie. En zij doen daar hele leuke dingen mee, die ze in veel gevallen niet delen. Maar dat is wel leuk. En voor wat voor soort dingen gebruiken ze die nou? Bare metal clouds. Infrastructure service, storage acceleration. Daarnaast hebben we ook nog wat partners zoals een VMware. Wat zij doen is, zij maken hun eigen OS. Dat draaien ze er bovenop. In combinatie met EGX Ampere voor distributed AI. En ook voor je private cloud. Nou, die twee, daar heb ik eigenlijk weinig mee van doen. Ik weet dat het gaande is en dat partners te doen. Waar ik mee te maken heb, is de complete oplossingen die wij aanbieden. We hebben bijvoorbeeld partners zoals Palo Alto. Die bieden een distributed firewall aan. Maar zij doen dat op het OS wat wij daarop leveren. En het idee is dat wij hebben een standaard OS, daar kom ik zo even op terug. En dat de community of partners, dat die daar oplossingen op draaien. En één daarvan ben ik daarbij betrokken. Dat is host-based networking, waar ik wat meer over ga vertellen. En het idee is dat dat allemaal wordt gedaan door een API-set. Die noemen we Doka. En als je ooit iets met AI hebt gedaan, dan ken je vast CUDA. Of je hebt ooit een miner thuis gedraaid op je GPU, dan wordt er ook gebruik van gemaakt. Wat Doka is eigenlijk CUDA, maar dan voor networking. Nou, op een Bluefield, daar draait standaard Ubuntu. Dat was ooit Yocto Linux, maar zowel NVIDIA als Mellanox hebben goede relaties met Canonical. Dus is uiteindelijk gekozen om daar Ubuntu 20.04 op te zetten. Op dit moment, en volgende versie zal geüpgraded worden. Nou, het idee is vooral vanuit support. We hebben een commerciële relatie met Ubuntu, dus dat draait daarop. Voor de host operating systems, dus waar die SmartNIC in komt, is er support voor verschillende OS's. Misha is er niet meer, die zou graag BSD willen zien natuurlijk. Maar helaas zijn die drivers er niet. Nou, wat is dat Doka precies? Een van de dingen waar NVIDIA bekend om staat met CUDA is dat de API blijft hetzelfde over tijd. Ondanks dat de hardware vernieuwt en dezelfde de veel hardware verandert over tijd, blijft die API en de SDK blijft gewoon hetzelfde. En dat is een van de dingen die ze ook willen aanbieden met Doka. Dus uiteindelijk hebben we een community, je hebt iets dat heet NVIDIA Cloud, waar je containers van kan downloaden. Dus je applicatie die je voor je netwerk wil gebruiken, die komt daar dan ook bij, gebaseerd op Doka.
Nou ja, hoe ziet dat er dan uit? Dat is geen één SDK. Dat is een collectie van drivers, functionaliteiten, APIs en libraries bij elkaar. Die je er dan voor kan gebruiken. Dingen als offloading door TC in de Linux kernel. Offloading door DPDK. Er zijn ideeën om daar P4 aan te doen. Of dat wat wordt in de toekomst. Ik zie iemand glimlachen. Dat moeten we nog bekijken. Nou, als je kijkt naar een DPU. Stel dat je een hypervisor hebt met een aantal VM's erop. Vanuit de hostperspectief ziet hij gewoon een Ethernet poort. Afhankelijk van het OS wat je erop draait, heb je gewoon ETH 0. En alle netwerkfunctionaliteiten worden gedaan op de DPU. Dat wordt dus ook door iemand anders beheerd. En dat is een van de handige dingen. Oké, hoe ga je daar nu mee om? Wie is er verantwoordelijk voor die connectiviteit? Standaard wordt alles in de default configuratie wordt naar de ARM CPU gestuurd, alle traffic. Nou, dat is niet wat je wil. Ondanks kan een ARM CPU wel 20 tot 30 gig vol worden. Maar zoals ik eerder zei, een standaard Bluefield komt ook met 2 keer 100 gig. Dus je wil eigenlijk traffic offloaden. Nou, wat je normaal doet, je hebt een virtual switch draaien op de ARM core. En die leert van een controller of een andere control plane, leert hij de flows. En die offloadt hij naar de ASIC die op die Bluefield zit. En dan zal het line rate geforward worden. Datzelfde geldt voor het opzetten van VXLAN tunnels, IPsec, et cetera. Wordt allemaal geoffload naar hardware. En dan het volgende verkeer of wat geforward wordt, dat wordt gedaan in hardware. Nou, waar ben ik dan precies bij betrokken en wat wij host-based networking noemen? Nou, Cumulus is overgenomen en wij maakten een OS wat op de switch draaide. Nou, wat wij dachten met een aantal collega's van, waarom draaien we ook niet Cumulus Linux op de DPU zelf? Nou, wat ik net zei, het is niet helemaal Cumulus Linux zelf geworden. Cumulus Linux was een fork van Debian. Maar ook om supportredenen doen we dat dus bovenop Ubuntu. Dus wij hebben alle functionaliteit en tools die we gebruiken in Cumulus Linux hebben we gepakt, in een container gewrapt en op Ubuntu draaien. Dus wellicht heb je ooit een architectuur slide van Cumulus gezien. Het is standaard Debian met control plane en kernel. En wat er ooit gebouwd is, is SwitchD. En SwitchD is een daemon die kijkt naar de MAC table, naar de routing table. Die worden allemaal gevuld door free range routing of andere layer 2 mechanismes. En dat wordt geoffload naar een switch ASIC. Veel mensen vinden dat interessant, want het is distributed, het is via eVPN of routing, et cetera. Je hoeft niet met een controller te werken. Er zijn hele discussies, wat is nu beter? Op een DPU standaard is het met Open vSwitch en dan moet je een controller hebben met OVN. Maar wat wij dus dachten, laten we datzelfde nu doen, zoals we dat op Cumulus Linux ook deden. Dus we hebben een daemon gebouwd, die heet NL2Doka, Netlink2Doka. Dus die daemon luistert naar de Netlink messages, waarbij een goud wordt toegevoegd aan de routing table, een MAC-adres wordt geleerd. En dat offloadt hij naar de ConnectX ASIC. Het probleem met een ASIC die op een NIC zit, is dat het geen LPM is. Dus het is geen least prefix matching, het is flow-based. Dus dat wil zeggen dat voor elke interface die erin zit en voor elke flow moet je definiëren in de flow table. Dus er komt een packet binnen op interface X, die moet geencapsuleerd worden in VXLAN, dan moet die eruit gestuurd worden op die interface enzovoort.
Nou, daar is wat translatie voor nodig. Maar de basis hadden we al, want we hebben al SwitchD, et cetera. Dus daarom konden we dit relatief snel bouwen. Dus van dat perspectief blijft alles hetzelfde. En dat is dan ook het doel. Om dus wat je eerst had, een top-of-rack switch met eVPN en je hele IP-fabric, dat verplaats je eigenlijk naar je DPU. En oké, leuk, maar wat kan je daar precies mee? Nou, ongeveer 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, heb ik een presentatie op RIPE gegeven, op DNOG en ik weet niet of ook op NL nog, maar toen had ik gepresenteerd van nou, laten we eVPN lekker op hosts gaan draaien. Want ik heb al de tools, ik heb free range routing, we hebben de kernel, et cetera. En ik heb met een aantal mensen gewerkt van de OpenStack community. Van laten we kijken hoe we dat in OpenStack kunnen doen. Niemand deed het. En daar heb ik later nog over gepraat met de founder van Cumulus. J.R. Rivers komt van Cisco vandaan. Best wel een slimme man, vind ik. En hij zei van ja, hele mooie oplossing. En ja, technische mensen willen dat absoluut. Maar niemand gaat het doen. Er zitten commerciële belangen bij. Maar het grootste probleem wat ik altijd gezien heb, is dat hoe graag we het willen, systeemmensen snappen vaak networking niet. En networkingmensen snappen vaak systemen niet. En dus je hebt je sysadmins. En als daar dan een networkadmin komt van ja, ik wil free range routing installeren en ik wil BGP sessies configureren op je server. Dan heeft hij zoiets van ja, blijf jij maar van mijn server af. En andersom natuurlijk ook. Dan zit er dus een sysadmin en je hebt je BGP-sessies en je hebt wat policies. En dan zit die sysadmin te rommelen in je free range routing config. En dan announce je een default of een default table of gaat hij dat soort dingen doen. Nou, een DPU geeft daar eigenlijk de mogelijkheden voor. Want wat je dus doet, je trekt het beheer van die top-of-rack switch naar de DPU. De sysadmin ziet nog steeds zijn ETH 0. Of als je SRIOV doet, ziet hij de 16 voor elke VM eentje. Geweldig. Maar het enige wat hij hoeft te doen is een IP-adres configureren op de interface. En dat is wat hij al deed. Prima. En daar heb je als netwerkadmin ook geen probleem mee. En de netwerkadmin op zijn beurt, die heeft zijn out-of-band management interface. Zolang die server stroom heeft, staat de DPU aan. Kan hij er naar SSH, Ansible of hoe het ook wil, kan hij het beheren. Dus daarmee heb je dat een stuk getackled. Daarmee wordt ook een netwerkteam end-to-end verantwoordelijk van alle communicatie. Dus hoe doe je offloading, hoe doe je je security, et cetera. Je zegt die out-of-band management. Ik zag net de foto inderdaad. Twee QSFP's en één koperpoortje. Ja. Dat koperpoortje is neem ik aan de out-of-band management. Klopt. Is dat ook de enige manier om zeg maar op die Ubuntu op die netwerkkaart te komen? Je kan ook via de host OS kan je ook bepaalde dingen disabelen. Je kan ook via het host OS kan je er ook bij. En er is nog iets anders, dat heet NCISI. Dat is een functionaliteit om via een host BMC naar een NIC te komen via de PCIe-bus. Maar ik heb begrepen dat het is een standaard, maar niet elke server vendor doet daar hetzelfde mee. En ik wist tot 2 maanden geleden niet eens dat het bestond. Ik vind het juist wel mooi dat je inderdaad gewoon echt helemaal niks met aan de host hoeft te komen. Met de interface op de kaart zit. Ja. Ja, oké, okay, het kost een extra internetpoortje. Nou, een van de voordelen, als je een bare metal service gaat bouwen, en je hebt 10 servers voor verschillende klanten. Je eindklant die huurt of koopt een server van jou. Maar jij doet alle networking van hem. En het enige wat hij doet is een IP-adres configureren of et cetera. Je configuratie wordt gelijk. Het hoeft niet per se. Maar ik zou graag Cumulus Linux op al de switches zien. Maar dat houdt in dat je dus één netwerkconfiguratie hebt. Over je hele netwerk.
Alles wordt routed. Je bouwt één IP fabric, dus geen LSAP, geen MLAG meer. Als je een netwerkachtergrond hebt, dan zal iedereen zeggen van ja, geweldig, ik hoef geen MLAG meer te doen. Hoe past dat dan een beetje in een omgeving en wat ga je daarmee doen? Nou ja, een van de dingen die ik heel erg belangrijk vind en vaak terugkomt zijn multi-tenant environments. Wat je eigenlijk ziet is dat mensen VM's draaien, ze hebben Kubernetes draaien, ze hebben bare metal servers. Of dat nu cloud environments zijn of dat intern is. Een grote klant waarmee ik werk, die hebben verschillende afdelingen. Die zijn eigenlijk net zo goed tenants in, van een infrastructuur als voor een cloud provider hun klanten dat zijn. Hoe ga je dat allemaal met elkaar integreren? Dat kan hier dus een oplossing voor zijn. Een ander probleem is hoe integreer je nu networking en de host zelf? Een van de dingen waarom ik toen graag wilde dat OpenStack ook EVPN zou doen, is dat soms heb je een appliance of een bare metal server. Een appliance kan je helemaal niks mee doen. Dat is vaak een vendor, een black box. En ja, geef hem maar een IP-adres. Hoe integreer je dat in je overlay netwerk die je hebt voor je VM's, et cetera? Dat is een probleem, want OpenStack, NSX of VMware NSX, die gebruiken vaak hun eigen overlay. Dat kan je niet termineren op de switch, want daar praat je EVPN, VXLAN. Hoe werkt dat allemaal samen? Nou, hierdoor, je gebruikt BGP en je gebruikt VXLAN. Dus diezelfde, hetzelfde control plane is ook beschikbaar op je switches. Je hebt al je EVPN-sessies. Dus datzelfde layer 2 domein, dat termineer je dus van een DPU op een switch. En die appliance of die bare metal server met iets wat performance nodig heeft en licentiekosten met zich meebrengt, dat zet je daar ook gewoon in. Leuk, dan hebben we EVPN naar DPU's. En hoe gaat dat allemaal werken? En wat voor problemen zullen er nu mee zijn? Een van de issues die je hebt of kan hebben is broadcast replication. Als je kijkt naar EVPN, wat je typisch doet, je hebt een IP fabric. En elk BIM pakketje, dat wordt gerepliceerd naar elke andere EVPN node. Dat werkt prima, maar daar zitten limitaties aan. Hoeveel nodes kan je hebben in je netwerk? Dat is vaak gelimiteerd in de ASIC. Sommigen hebben een lagere limitatie dan een ander. De Spectrum ASIC van ons die heeft een limitatie van 750 op Spectrum 1 en tot aan 2000 entries voor de nieuwere versies. En dan zou je kunnen zeggen, wie heeft nu 2000 switches? Klopt, we hebben wel klanten die dat hebben, maar niet zoveel. Maar reken dat even om naar DPU's. Hoe ga je dat dan afhandelen? Want als je 30 servers met DPU's in een rack doet, dan gaat dat redelijk hard en kom je aan dat soort limitaties. Daar is een optie voor, dat heet multicast replication. Dan bouw je eigenlijk een multicast netwerk eronder. En dan wordt het gemulticast. Dat houdt in dat een DPU het zou multicasten naar een top-of-rack switch. En die weer verder. Daardoor zijn er minder entries nodig, ook in hardware. Dan kan je ook een schaalbaardere omgeving bouwen. Ja, de laatste optie, ik heb meegedaan aan een interne hackathon. Want wij zagen eigenlijk van ja, wil je nu wel dat hele replication hebben? We hebben het als network engineers en mensen die daar iets mee doen. Toch wel iets van, dat hele laag 2 netwerking, dat zijn we eigenlijk wel zat. Dat zeggen we nu al 20 jaar. Misschien moeten we nu gewoon eens kijken om dat helemaal niet te doen. En onze opdracht tijdens die hackathon was, laten we nu eens kijken hoe we een EVPN replication kunnen doen met DPU zonder, zonder replication. Dat kan. Gewoon niet doen.
Het punt is dat alle MAC-adressen, alle IP's, die zijn bekend op een DPU. Die kunnen lokaal gelearned worden. En je gebruikt je control protocol, in dit geval EVPN, om dat te redistribueren naar al je andere nodes. En dan leer je gewoon een slash 32. Alles wordt netjes geroute en dan ben je er klaar mee. Ja, dat staat of valt allemaal bij klantacceptatie. Gaan we kijken hoe dat in de toekomst gaat. Maar de mogelijkheden zijn er in ieder geval. Dan, andere is de convergence voor routing. Als je kijkt naar een standaard netwerk, dan heb je een switch en daar zit een server aan. En daar zal een MAC IP worden geleerd. En die wordt geadverteerd naar een spine en weer een leaf. En daar zit een host onder. Het probleem is, als je daar DPU's tussen gaat zetten, het worden er veel meer hops. En een van de standaard designs met BGP en datacenters is dat je overal eBGP doet. Dus elke node doet zijn eigen route calculation en best path calculation. En op zich voor een standaard spine leaf topology werkt dat goed. Maar je gaat er weer wat aan toevoegen. En hoe ga je om met je met je routing loops, et cetera. Nou, een van de dingen waar ik ook naar aan het kijken ben, is van oké, misschien gaan we gewoon route servers gebruiken. Doen ze op internet exchanges ook? Zou dat niet hier kunnen? De testen die ik kan doen ben, die zien er best goed uit. Want wat hier dan gebeurt, elke DPU die zet twee BGP-sessies op. Eentje naar de top-of-rack switch en de andere multi-hop eBGP naar de route server. Dat houdt in dat elke leaf en spine, die gebruik je alleen maar voor de IPv4 address family. Dus als je op een spine kijkt, het enige wat je eigenlijk ziet is loopback adressen van elke node in het netwerk. Alle EVPN address family die gaan via de route servers. Nou, dat houdt in dat er maar één hop in tussen zit. Dus voor elke DPU lijkt het eigenlijk of die gewoon een full mesh connectivity heeft. Daarnaast kan je ook filtering doen. Op de route servers kan je, die zijn gebouwd voor filtering. Die kan ik er ook tussen doen. Moeten we gaan kijken of dit een interessante oplossing is, wat de performance en convergence scale is vergeleken met een standaard oplossing. Nou, wat is er in de toekomst nog mogelijk? Een van de dingen die een DPU ook kan, is storage acceleration. En wat houdt dat in? Je hebt in je netwerk heb je NFS storage, je hebt iSCSI, Ceph, etc. En de DPU zet die sessie op en biedt het aan als een NVMe drive voor de onderliggende host. Dus als je VM's hebt of je hebt bare metal services voor een bare metal server, als je die verhuurt aan de klant, het enige wat hij ziet is /dev/ een bepaald block device. En de DPU handelt dus NFS enzovoort af voor de onderliggende client zonder dat hij daar iets van ziet. Je kan ook lokale storage hebben als je daar een of andere marketing term hyperconverged storage achter wil zetten in iedere node, dan kan dat ook. Nou, een ander ding wat we vaak horen van klanten is dat ze volledige encryptie willen in hun datacenter. Omdat klanten dat vragen voor security perspectief. Wat kan begin zijn? DPU kan volledig IPsec offloading doen. De vraag is hoe gaat het in combinatie met een control plane werken? VXLAN zelf is niet encrypted, maar met IPsec zou je dat kunnen tunnelen. Houdt het in dat je IPsec tunnels gaat bouwen tussen elke server in een datacenter. Of eventueel naar externe devices. Dus als je je eigen private cloud omgeving bouwt en je hebt wat VM's bij een Amazon of Azure, dan zou je die in diezelfde omgeving kunnen zetten. Ja, dat was het eigenlijk.
Ik hoopte dat ik ook nog een demo kon laten zien. Maar helaas, de demo gods waren niet met mij. Had een beetje ruimte gegeven. Ja, helaas. Maar we zijn hard bezig met ontwikkelen en ik had wat geflasht en toen werkte het allemaal niet meer. Ja, dat heb ik nog ook zo vaak. Ja. Je had meer moeten offeren. Oh, meer, ja. Ja. Eén. Het past een beetje buiten je talk over de GPU's, maar heeft Pilus nou ook een soort van control software waarbij je dus bijvoorbeeld een hele vloot met machines die deze kaarten hebben aan te sturen van oké, die gaan nu allemaal dit doen? Of hoe werkt dat? Nou, uiteindelijk zit de configuratie gewoon lokaal. Dus configureer je dat vaak met DevOps tools of hopelijk jouw oplossing ook. NVIDIA heeft iets dat heet Fleet Command, wat ze gebruiken voor GPU management en lifecycle, dus het upgraden, configuratie van GPU's. En ze willen er ook naar gaan kijken hoe dat voor DPU's gebruikt kan worden. Daar zijn we dus ook nu naar aan het kijken. Een klant die heeft een aantal duizend DPU's besteld. En ik hoop niet dat ik er naartoe moet om ze allemaal handmatig te configureren. Ja, dat is een goede vraag, want diezelfde vraag stelde een collega van mij ook van de week. Weet ik niet. Het tweede is, helemaal aan het eind had je het over IPsec. Ja. En dat je dat dan zou tunnelen, maar IPsec kan je ook gewoon gebruiken om alleen te encrypten. Waarom zou je daar dan niet voor kiezen? Waarom zou je dan een tunnel op een tunnel gaan doen? Nou, je wil je layer 2 tunneling, als je laag 2 doet, wil je VXLAN voor gebruiken. En dat zou je dan met IPsec kunnen encrypten. Ja. Dat bedoelde ik. Okay. Maar je hebt wel die eerste tunnel nodig voor je tenant separation. Ja, nee, natuurlijk. Oké, geen tunnel in een tunnel. Ja. Sorry, ik weet niet wie de eerste was. Drivers voor de DPU's, zijn die helemaal open source? Nou, vanuit Mellanox het verleden, hun drivers die zijn best wel open source, of veel. En daar contributen ze ook veel aan toe. Maar wat er wel of niet open source aan is, dat weet ik niet, om eerlijk te zijn. Er zit een firmware blob in. Waarschijnlijk wel, ja. Nou, het is gewoon een volledig OS. Een ARM CPU op een MMC. Dus het is niet anders dan een extra device toevoegen aan je netwerk. Dus vormt het een extra attack vector? Ja, absoluut. Maar het zit vooral in je management netwerk dan, toch? Ja, het zit alleen in je management netwerk. Ja, nou, het kan wel, maar je kan dat ook uitzetten. Zeker voor een bare metal situatie. Je wil niet een klant een server verhuren en dat hij de DPU gaat flashen. Ja, welkom op ons management netwerk. Precies. Als je nou kijkt naar die kaarten, interessant, maar wat voor prijskategorie zit zo'n kaart in? Hebben we het over tientjes, 100.000, 10.000 euro? Ik heb begrepen dat de prijs ongeveer dubbele is van een gewone NIC. En ja, hoeveel kortingen jij krijgt, dat weet ik niet. Maar de kaart kost dan ongeveer tussen de 1000 en 1500 euro. Ja, ik wil zeggen, de Mellanox, de normale Mellanox kaart, ik heb zeg iets van 1000 euro, dus dan zou dit 2000 zijn. Ja. Oké. Krijg je dan aan om bij de server te komen? Ga je nu ook
Ja, daar zijn wel ideeën over. Er is een project dat heet Morpheus, waarbij er specifiek deep packet inspection gedaan wordt op packets op de DPU. En dan, ja, nu vaak centralized, maar als er dan een GPU bij komt, dat lijkt mij een logische oplossing. Nou, een van mijn collega's die wilde aan het begin heel graag WireGuard erop. Zou ik ook willen. Ja, maar niet accelerated, helaas. Is dat nodig? Of kan WireGuard al hard gaan? Ja, ik denk dat het al best wel hard gaat. Dus voor management is het zeker geen probleem. Maar er zijn mensen die willen dat gewoon accelerated hebben en ook gewoon 200 WireGuard kunnen doen. Ja, en dat kan die ARM core niet. Sorry. Zijn er al packet broker functionaliteiten? Waarom zoek ik het ervoor? Sorry, een packet broker, network packet broker functionaliteit. Dat je zeg maar een capture op de onwat je binnenkrijgt en dat je uit dat verkeer het juiste verkeer distribueert naar de verschillende DM's op een huis. Weet ik niet. Er is heel veel gaande en het gaat heel snel. Of die al beschikbaar is, weet ik niet. Ja, er zit TLS Accelerator zit er op die ARM core. Ja, precies. Dus je zou je TLS kunnen terminaten op de DPU en dan de rest unencrypted naar de host of VM's. Maar het is niet alsof je vanuit het QM kan je echt vanuit je applicatie gewoon zeggen ik wil TLS wel op de host termineren, maar de TLS versnelling wordt gedaan door een ander apparaat. Ja, misschien is dat onderdeel van SRIOV. Maar ik moet zeggen dat ik daar geen expert in ben. Dus wellicht kan het, want het kan volgens mij ook al met de normale Connectix kaarten. Het ligt eraan in welke modi het draait. Oké. Nee, je hoort het. Ja, het lastige is met zo'n ecosysteem waar zoveel mee kan. Ik focus me vooral op de routing en tenant separation en... voor mij wat de learning curve is, de Docker libraries die zijn allemaal in C. Ik ben geen programmeur en ja, dan kijk je tegen die learning curve aan en denk je van, doe volgend jaar maar. Dus ik hoop dat iemand Python eromheen gaat bouwen. Dat zou ik wat leuker vinden. Zijn ze denk ik. Ja. Oké, nou dankjewel. Nog niet weggaan. Dankjewel. Drop apple.